wat er gebeurde in de vorige aflevering. Ponk. Ponk. There you go. En dan hebben wij hier dus een boog. Power 2, unbreaking 2, helemaal gefixt. Laten we dat doen. Nog één. Toppie. Dit is lekker, jongens. Het trucje werkt. Ik kon trouwens een leuke trap maken voor jullie. Dus ik heel veel gravel meenemen. Dan gaan we even die gold apples maken. Dat zou zo moeten gaan. Ja hoor. Boom. 6 gold apples. Dit is ja, als het goed is. Ik test het even. Al voor de lol. Gaan we gewoon nog één poging wagen en anders gaan we wel weer gewoon op zoek naar die gasten. Ik vind het wel leuk. Ja, weet niet. Tenminste, ik was net natuurlijk op zoek naar die gasten. Ik was net ook echt buiten met een purpose. You know. Kunnen we wel weer iets bedenken wat we buiten te doen hebben, toch? Hey, that's cool. Hot stuff. Is dat het maken van een bucket? Laat ik nu gelijk even... Nee. Ik ga nu gewoon weer proberen te enchanten. Want level 31 worden duurt natuurlijk weer langer dan van level 29 naar level 30 gaan. Als ik goed heb. Ja, als het goed is. Ik test het even hoor. Al voor de lol. Ja, dat klopt iets nog niet. Hebben jullie nog lava bucket nodig? Nou ja, altijd welkom. Lava buckets zijn altijd welkom. Wellicht werkt. Oké, kan iemand hier heen komen om te testen met mij? Ja, dan kan ik even kijken bij het redstone wat er aan de hand is. Even redstone nodig. Ik ga in de tussentijd zoeken naar Roy hoor. Want ja, ik bedoel, ja, ik kan jullie niet echt assisteren erop staan? Daar ja, of zo. Gaan erop staan. Huh? Maar het werkt zo. Nee, je moet echt repeaters hebben, Max. Nee, maar zo hoort redstone gewoon te werken. Hij hoort nu gewoon. Of moet hij al gepusht zijn dat hij terug moet? Ja, dan moeten echt repeaters op. Oké, dan ben ik wel heel benieuwd. Ligt het aan dat er al een ding is op zit? Wacht, ik pak het even weg hoor, deze. Alleen deze lijn. Oh. Weer een Enderman. Ik ben zo slecht ja, kijk, in die Endermans bevechten. Oh no, hij gaat op. Hij moet al actief zijn, Reno. Dus we hebben redstone toortjes nodig om hem al actief te houden. Maat, die Endermans! You know, ja, ik kan dat gewoon niet, gast. Ja, maar doe dat dan ook niet. Ja, ik doe het niet. Hij ging me gewoon ineens aanvallen, omdat ik hem waarschijnlijk dan in zijn ogen aankeek. Wat ik overigens wel deed, maar... Oh, ik word hier helemaal gek van. Ik ga echt... Kijk, Reno. I will fix. Echt boos. Alright, let's go. Let's go, let's go, let's go. Nieuw boekje, nieuwe kansen. Komt ie aan. Ponk, ponk. Piercing 4 of power 1. Oké, laat me dat weer even opzoeken. Alright, het is voor een crossbow. En daar heb je best wel een manier voor om het te maken. Ik zit even op mijn linkerscherm een beetje te spieken. Ik heb eerst dit nodig. Hout, there you go. Vervolgens heb ik strings nodig. En even kijken. Oké, ik heb het hier voor me. Dit zou moeten werken. Ik weet niet of het werkt, maar we gaan het gewoon proberen. Deze in het midden, deze links, deze rechts. Iron boven. Die. Oh, damn! Een crossbow! We got it. Ik denk dat we deze dan gewoon gaan opbergen. Want piercing 4, dat lijkt me heel goed. So, how about dat we dat boekje erin pleuren. Met de lapis erbij. Dat we die piercing 4 accepteren. En protection 3. Oké. Ja, dat protect me gewoon voor damage. Oké. Raar ik dat dan op een crossbow krijg. Nou ja, fine. Goed. Pleuren we erin. Hartstikke idee. Met het boekje. Ha! Oké. Crossbow... Roy. Crossbow Roy. It's fine. Maybe a bit cringe, but it's fine. Oké. Dit is wel heel lijp, hè? Dit is wel echt even heel lijp. Nu? Ja. Oké. Er is op staan? Ja, dat is prima. Dit is goed genoeg. Dit is goed genoeg. Kijk, want als we nu hier overal dingen op doen. Even testen, weet je. Oh, echt, ik haat Endermen. Ik hoef ook helemaal geen Enderpearls. Ik zou nu gaan, Betsy. Wat is dit ook alweer voor een enchant of dinges? Met een crossbow schieten. Kijk, dit is perfect. Yes. Dit is perfect. Dit werkt. Oké, dan gaan we het nu looten en dan gaan we het maken. Dan maken we die allemaal zo. Dus hebben we nog wat repeaters nodig. Oh nee, repeaters zijn niet eens nodig. In principe niet. Repeaters niet. Alleen, ik maak torches. Om het, ik heb mijn spullen weer overigens, jongens. Dat mag ik even de helft van jouw redstone? Ja. Die troepen, anders gaat het misschien ook niet. Oké, maar dit moet sowieso even vallen allemaal. Dat is het ding. Want ze staan één te ver. Kijk. Ja, oh shit, nu zien ze dat ik het heb, dat ik een crossbow heb. Shoot a crossbow. Oké. Oh, like that. En nu kan hij schieten door met linkermuisknop te doen. Of niet? Nee, rechtermuisknop wel. Oké, dus je houdt hem ingedrukt. Je laat los. En nu is hij elk moment ready to shoot. Wow, lijp. Dan zal hij waarschijnlijk ook wel weer meer damage doen. Dat lijkt me. Piercing 4. Voor mijn gevoel hebben we hiermee echt iets heel erg lijps in handen. Ik weet niet. I just got the feeling dat dit echt heel sterk is met piercing 4 erop. Laten we trouwens nog een boek erin pleuren, right? Wat hebben we te verliezen? Let's go. Boekje. Ponk. Bij level 30, protection 3. Piercing 2. Knockback 1. Kunnen we dat dan ook weer op de boog zetten? I wanna try it. Ik weet namelijk niet of dat zo werkt. Knockback is namelijk wel heel sick. Dat is echt top. Oké, let's go. We pleuren hem erin. We pleuren... Oh, ja. We pleuren het boekje erbij. Nee.
Apparently, this doesn't work. Nee, ook niet. Hè? Oké, hold on. Dan wil ik iets anders proberen. Dan wil ik hier proberen weer mijn boog te pakken. En dan te doen. Zo, en dan zo. Ook niet. Dus je kan niet een boekje toevoegen aan een item. Als iets geenchant is, dan kan je niet nog lijpere dingen eraan toevoegen. Is dat hoe het werkt? Ik heb daar gewoon te weinig knowledge voor. I don't know of dat op die manier werkt. Dat is een beetje de sad part. Wil ik deze überhaupt nog meenemen? Denk niet, toch? Eén crossbow is wel fijn. Het is fijn. Misschien is het zelfs wel goed om deze gewoon te verstoppen op mijn mystery spot. How about that? Hoppakee. Hier zijn we. Ik ga dat gewoon doen. Een paar arrows erbij. Zo. Weet niet of het handig is. Dit is dus trouwens mijn stash voor als ik gekild ben. Of dood gaat door wat dan ook. Gaan we natuurlijk wel weer de hele toko afsluiten. Misschien moeten we daar nog even een stekje van in de oven gooien trouwens. Ik heb toch weer heel veel kool. Oh ja. Eten. Dan gaan we weer naar buiten, jongens. Of wil ik nog diamonds voor boots? Ja, ik weet niet hoe die gasten ervoor staan met hun loot. Ik heb no clue. Ik heb literally no clue. Deze gaat hierheen. Dan gaan we hier deze bij gooien. daarbij. Knockback 1. Laat maar even weten, jongens, hoe dat zit met die boeken. Kan ik dit nog toevoegen aan een item? Ja of nee? Let me know. Because I don't know. Ja, we gaan nog alleen even kijken wat voor enchanting ik nog kan fixen, eventueel. Komt-ie? Ja! There you go! Oké. Dan gaan we hier nog even naar zijn andere pad. Gaan we nog even naar zijn andere ingangetje. Oh, kut. Wordt gesmacked. Ik heb alleen geen shovel meer, dus al het gravel wat ik tegenkom is echt killing. Oké, even kijken hoe we dit doen hoor, met deze ingang. Like this, and like this. Sweeping edge, sharpness 2. Sharpness 2 vind ik wel heel nice. Die kunnen we even op de X zetten. Sharpness 2. Zou moeten werken, right? En deze ga ik nog even opzoeken. Sweeping Edge. Het is voor een zwaard. En het schijnt heel sterk te zijn. Dus, aan de andere kant, ik wil gewoon alleen een X gebruiken eigenlijk. Dus ik ga dan voor de Sharpness 2. Ik weet niet of dit stupid is, jongens. Sorry als het stupid is. Kunnen we die X tenminste ook eventjes enchanten? Yes! Dat kan gelukkig. Oké. Anders had ik al helemaal kut gevonden. 10.5 attack damage. Oké. Ik heb hem alleen geen naam gegeven, maar ja, boeien. En dan nog kijken wat de volgende enchant is. Het is gewoon verslaafd om dat te weten of zo. Ik weet niet waarom. Punch 1. Dit is voor een boog. Dit is 100% voor een boog. Punch. Ja, punch 1. Punt, punt, punt ook nog erachter. Dus volgens mij krijgt het nog meer. Efficiency, dit kan ik voor de pickaxe gebruiken. Wil ik ook wel doen. Ja, waarom niet? Fine. Efficiency 2. Ook fine. Die. There you go. Oh damn, we zijn strong as hell, jongens. Geen boekjes meer. That's the thing. Oké, we gaan op pad. We gaan op pad. Want we hebben ook gewoon legit weer een goede reden. We moeten weer nieuwe boekjes vinden. Is die al geladen? Nee? Oké, even kijken hoe dat werkt. Eén keer. Kan ik bijvoorbeeld ook één keer gewoon indrukken? Nee, je moet hem dus ingedrukt houden. Dan is hij ready. Oké, dus nu is hij gewoon ready to shoot. Sick, ouwe. De zon gaat weer onder hoor, jongens. Nice. Wij zijn bijna klaar. Ja, ons trap is zo goed als af. En hij mag geen mogelijkheid hebben om zichzelf te saven, dus... Hij moet ook niet het gevoel hebben dat we iets hier hebben gedaan of zo. Nee. Dus we moeten het wel even goed terugbouwen. Ja, prima. Ik heb nog nooit zo'n ding gebruikt, maar ik vind het nu al epic. Dit ruilen we even om. Hier moet ik trouwens wel oppassen dat ik niet te makkelijk over doe. Stel dat ze hier zijn, dan zien ze gewoon mijn name tag op zo'n moment, snap je? Goed, laten we gewoon richting die gasten gaan. I'm fine with that. Ik heb gold apples... Ik heb veel eten bij me en zo. I don't know, man. Het voelt alsof ik er klaar voor ben. Ik heb alleen wel weinig blocks. Dat is wel stupid geweest. Deze heeft alleen efficiency. Ja. Ik heb een hele sterke axe ook. Boom. 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 Oh. Boom. Heerlijk. Ja. En chill is, het duurt heel even, weet je. Dus hij loopt zo en dan hoort hij iets. En kut, wat gebeurt er? En dan... Epic, guys. Heel epic. Echt heel top. Ik ga... Voor de verandering is op jullie jagen. Ik ga op jullie jagen? Wat hoezo hij gaat op ons jagen? Oké, snel, dan bouwen we dit helemaal dicht, Reno. Beetje cocky nu, toch? Dan weten ze dus dat ik buiten ben. Dat weten ze nu. Tenzij ik bluff, maar dat doe ik niet. Tenminste, dat kunnen zij natuurlijk niet weten of ik nu bluff. Oh, die L moest er niet achter, maar... Nou, Ido kan me niet vinden. Hoorde je net een creeper exploden? Hoorde je net de creeper exploden? Was dat bij ons, Reno? Of was het bij... Ik heb hem niet gehoord hoor, maar ja. Even voor het idee. That's me. Find me. Ik weet niet of het handig is of ik dit doe. But you know, I'm ready. That's me. Find me. Oh jee. Ja, dude. Gasten. I was joking, exploden. You know? Oh, ja, ik hoor ook niks. Dat is het ding. I'm ready. Ik heb wel zin in de battle. Hij wil dus echt heel graag de battle doen. Ja, maar we zijn ook ready. Wij zijn ready. Hey! Het werkt dus wel om zo'n phantom te blokkeren. Dat wist ik niet. Maar het werkt dus wel. Nice. Oh, ja, dat doet pijn, hè? Boom. Oh, ja, ik heb hem. Sick. Let me take the XP. Oh, hallo.
Ja, thanks. Hey, Creepert. Nee, niet Google. Stop! Stop! Ik ben zo benieuwd of ik ze tegenkom. Ik ben sowieso echt benieuwd wat zij al de hele aflevering aan het doen zijn. Wat zij al de hele tijd aan het doen zijn. Ik heb werkelijk maar geen idee. I'm just, you know, walking around. En ik zie het wel. Ik zie het wel. Ik ga gewoon weer een beetje koeien killen als ik ze tegenkom. Ik ga weer een beetje terug richting de plek waar ik vandaan kwam. Ik heb ze namelijk gezegd. Zodra ik strong ben, I'm coming back. Maar op het moment dat jullie het niet verwachten. Plus, ik ben natuurlijk niet degene die op hun moet jagen. Natuurlijk nu dan nog wel eventjes. Een soort van. Maar eigenlijk is het natuurlijk dat zij op mij moeten jagen. Wat ze ook doen hoor. Maar, you know. Het is af en toe wel eens leuk om ook gewoon een beetje hun te zoeken. No. Ik hoorde geen creeper. Legit niet, toch? We hoorden geen creeper. Probeer ze... What the hell is he doing? Dat is gewoon een skeleton op een spin? Zo, what the hell man. That's overpowered. Die wil je echt niet achter je aan hebben. Arrow sfeer, chill. Daar blijft die skeleton dus ook gewoon killen. Ja, ik vind het wel best. De hele tijd, hey, trouwens, die moeten we even verladen. Kijk eens, zo. De lava moet nu geplaatst worden. We moeten er ook uit, hè? Ja, ja, ja. Kijk. Kom jij maar hier. Maak even een goede trap. Hier. Zit jij er daar? Oké. En dan moet dat blokje ook weer weg, hè? Want daar kan een blokje op spannen. Ja, maar er moet veel meer. En dat is dus het ding. Dit is lang niet genoeg. Want hij kan er wel, het kan wel leuk zo doen. Kijk, kom eens hier staan. Of blijf op jouw blokje staan. Let op, hè? Is bij lange na niet genoeg, zie je? Want de dingen stopt toch de rest, weet je? Het stopt bijna alles. Je kan het daarop plaatsen waar jij staat. Je moet er niet veel over nadenken. Je moet het gewoon doen. Ja, oké, we doen het al gewoon heel prima. Kom, oké, drop jij het maar op die en dan gelijk mijn kant op binnen. Kom maar. Ja, weet je, ik vind dit wel mooi. Nou, toch, je moet er niet te veel mee. Dit is wel goed. Dit is prima. Oh, hey, hallo. Willen we jou een keer fighten? Dat wil ik eigenlijk wel. Want ik heb een tactiek, als het goed is, hoe je dat het beste kan doen. Kijk, this should work. We gaan hem even aanvallen. Zijn benen. Oh, dat werkt niet meer. Het werkt wel altijd. Zover ik me kan herinneren. Dat je dan, omdat hij, ja, misschien moet je het dan, had ik het zo moeten doen. Dat het dan wel werkt. Want ik weet dat hij, zeg maar, 3 bloks hoog is. Dus hij past daar niet onder. Dat is de strategy. Ik haal het wel weg. Dat je anders weer een spoor achterlaat. You know the drill. Ja, let's go. Oké, trap is geplaatst. Hier komen we niet meer terug. Dus Inno ook niet per ongeluk de dingen zijn lopen. Vij in ieder geval. Jesus Christ. Oké, ik zit te denken. Zal ik ze misschien een coördinaat geven of zo? Is dat leuk? I don't know. Ik blijf wel gewoon lekker een beetje ronddurpen. Wacht, ik doe het wel gewoon. Z-15, min 1553. Z-1553. Hoi, we hebben een Z. En daar ben ik bijna. Daar ben ik legit bijna. Ik zie Noi. Oh, hij heeft een crossbow. Jongens, hij is letterlijk gewoon uit chase met stadje basically in. Oh, we kunnen hem beter, Reno. We kunnen hem beter als we willen. Oh mijn god. Oké, ik ben onderweg. Alright, it's time, guys. Oh, hij komt nu naar mij toe. Ik gebruik hem voor de lol. Is hij achter mij? Ik ben net bij hem, kijk. Is hij bijna dead of zo? Zo, die doet damage. Wow, die doet een damage. Die crossbow? Ja. Die doet een damage, die crossbow. Ik heb een git. Gelukkig de nacht is weg. Dit is één. We hebben hem in ieder geval in de chase. Ik ren hem achterna. Oké. Ik chase hem. Maar waar? Dus het bos in. Ja, ren nu het bos in. Gast, maar daar, ik ben in het bos. Ja, hij rent het bos niet in. Wigit. Hij rent nu weer richting de village. Ik zit echt achter hem. Oeh. Woe! Pak hem, Reno. They're hurting me. Oeh, goed zo. Oh shit. Hij was al ready for the fight. Kijk zijn armor ook. Kijk zijn armor. Hij is ready. Full diamond. Woe! Oh, crap. Ik ben bijna dood. Hij wist het niet, maar als hij doorschoot, had hij me gewoon gekild. Wow, ik shake hem helemaal. Maar niet uit, hij mag gewoon naar mij toe. Oh, ik ben bijna. Hij is bij mij. Ik ga denk ik mijn enchanted apple eten zometeen. Ja, ik heb er al meerdere gegeten. Ik had er 5 bij me. Het is heel simpel, gewoon het noorden. Oh, ik zit echt in epic fight met hem. Kut. Pas op. Oeh. Oh, 2,5 hartje. Oh, 2 hartjes. Oh mijn god, hij is bijna dood. Oh mijn god. Coördinaten, ik weet niet waar ik moet zijn. Ja. Give me something. Ik kom weer in alle kanten op, dat is impossible. Om ja, maar dan weet ik in ieder geval waar jullie ongeveer dat zijn, ik want gezegd. Ik ben nu weer Wederom. Bij het stadje. Nog een keer, min 300 en min 1600. Oh, één hartje. Ja, hij is zo zwaar damaged. Oh mijn god, hij wist het weer niet, maar hij kon me gewoon chasen. Oké, Reno, ik geef het even op. Hij is te sterk voor mij qua loot.
Wat een epic fight, holy damn. Ben je nou zwaar gehit? Piercing doet het echt goed. Dat is te heftig dit, qua dinges. Mijn armor is ook bijna stuk, ik moet die fight echt weer proberen aan te gaan. Nee, ik ga het ook niet meer doen. Die fight maar wat echt... zijn coördinaten nu? Want ik heb I don't know wat hij heeft, ouwe. Ja, maar Edo, het is een beetje hoe sterk loot hij heeft. Dat is veel sterker dan dat ga je niet alleen redden. Oké, okay, de chasing game. That's fine. Hij heeft waarschijnlijk zo'n god apple ingenomen, maar die verloopt straks nee, maar ook, hè. Dat daar niet van, zijn damage van en zijn boog en... Zijn zwaard is te sterk. Of zijn act, sorry. Dat onderschat je Maar echt. Jullie hebben toch ook bogen, of niet? Nee. Mijn eten Reno. Is ook op, dus ik heb letterlijk nog 11 brood. Hij is naar beneden gedropt. Hij heeft heel veel falling damage, holy shit. Ik ben weggerend, man. Welke kant is hij opgerend? Want misschien ja, gaat hij ik weet het niet, Ido. Sorry, man. Echt niet. Ik ben even bezig met mezelf redden. Holy damn, ik heb deze attack zo zwaar van ze gewonnen. Dus die name text niet meer. Ik ben inmiddels al min 18. Ja, veel meer. Wij moeten ook veel meer preparation doen nu. Nu we weten hoe hij zeg maar is. We hebben hem nu in de battle geencounterd. We weten nu ongeveer wat hij heeft. Dus we weten ook hoe wij het voorbereiden nu. Dagon! Holy damn! Dagon, ik denk trouwens dat hij hier ergens geshift is. Die piercing, jongen. Zo, die boog is sterk. Ik baal wel dat ik geen kill heb gemaakt. Eerlijk is eerlijk. Oh, hij is er nog. Oké, okay. Gaan we eventjes naar boven toe. Kom maar, let's go, boy. Ik ben 2 keer bijna dood geweest. Je komt weer naar me toe, hoor. Ja, ik weet het niet. Waar ben je nu? Mijn coördinaten zijn nu -170, -1480. Zij weten volgens mij niet hoe een schild werkt. Want ze gingen de hele tijd met een zwaard attacken terwijl ik mijn schild voor had. Hij rent vol achter me aan. Wat was het? Ik ga nu naar -160, -1420. Ja, daar kom ik een beetje jouw kant op. Maar we moeten hem niet aanvallen. We moeten nu gewoon van hem vluchten, wil ik ook niet zeggen. Nee, maar hij zit vol in mijn nek eigen. Ja, I know. Dus jullie lopen nu nog 1 keer even coördinaten van nu? ik zit nu op -170 en -1450. Ik zie ze niet. Wat is jouw zet, Reno? Ik ren nu naar -270, -1420. Daar ben ik echt niet bij je. Wel best wel snel. Nice. Oh, even ja, hij wil jouw loot hebben. Hij wil jouw loot natuurlijk hebben om stronger te worden. Ben jij nu als het goed is basically bij de... Huh? Kom naar de village. Moeten we gewoon blijven volgen. Laten we bij de village meeten gewoon met z'n allen. Dat je daarheen bent. 4 hartjes. Ik heb 2 hartjes. Oeh ja, dan ga je dood. No. Dan ga je dood. Woehoe! Let's go, boys! Nice try. There you go! Ja, I'm dead. Damn. Ja, ik kan hier niks tegen, man. Ik kan hier echt helemaal niks tegen. Hoppa! Let's go, baby! Hij heeft zichzelf gewoon... Ik weet niet wat hij heeft gedaan, maar volgens mij heeft hij alles full enchanted. Ja, dat maar heeft 20 hij golden apples. Ja, hij heeft alles full. Goud. Alles. Ja. Ja, maar hij heeft heel veel goud gehakt. Dat sowieso, dat weten we in ieder geval wel. Hij heeft heel veel goud gehakt, dus dan heeft hij golden apples. Maar wij kunnen ook makkelijk preparen. Dat is in principe niet zoveel werk. Als we gewoon bij onze mine gewoon even gaan minen. Als jij gewoon vast gaat minen, Reno? Ja, ik heb niks, dus dat heeft nu genut. Ik ga gewoon proberen te zoeken. We hebben daar loot. Nee, maar je hebt niks eraan. Wat vind je? Dan ga je weer dood. Oh mijn god. Nu snel looten. Diamond sword. Weg. Oké. Ja, ik heb zijn zwaard, sharpness 1, oké. Ik zie ook nog een boog. Oh mijn god, ouwe! Yes! Woe! We hebben de eerste kill op die gasten. Oh, dit is toch fantastisch. Dit kan weg. Spyglass, geen idee wat het is. Gaan we gewoon meenemen. Carrots, hebben we al, dus hoef ik niet. Protection 1, chill. Meenemen. Schild, ja, heeft iets meer HP, prima. Kan ook weg. En dan hebben we nog een helm. Ondertussen natuurlijk wel opletten dat ze me niet pakken. Kijk, nu heb ik volgens mij alle goede loot. I have it all, dat heb ik allemaal weggegooid. Thanks for the loot, Reno. Thanks for the loot, Reno, lekker toxic. Roy gaat hier waarschijnlijk ook heel goed op dit. Ja. Yes! Oh, lekker zeg! Ik denk echt dat het mijn crossbow is. Mijn crossbow is zo sterk, ouwe. Met die piercing 4 erop. Oh mijn god, gast. Mijn geluk kan even niet op dit moment. Ido, kom jij ook nog even langs? Ik ben nog even langs. Ja, Ido, jij hebt nog niet echt gezien, hè? Kijken, Z-1374. Kom maar. Ja, hij is veel te fully enchanted voor dit.
mag je ook gelijk de rest van je troep ophalen, Reno. Ben de communicatie van Roerveen gewend? Oh, blijkbaar gaat het iets niet helemaal goed in het team. Oh, wacht. Ik heb daar wel een goed idee voor, trouwens. Give me those signs, man. Give me those signs. Signs wil ik hebben. Net zolang door dat ik de signs heb. There you go. Okay. Deze troep hoefde ik niet. Dus nee maar. Kusjes van mij. There you go. There you go. That's about it, man. That's about it. We kunnen nu even terug gaan naar de base. Even deze loot veiligstellen. Dat is helemaal geen slechte. Dat is helemaal geen slechte. Dan moeten we naar X-411 en Z-2244. We hebben hem één keer gefight. Nou, we kwamen erachter dat hij op het moment gewoon meer heeft dan dat wij hebben bij elkaar. Wat logisch is als je enchanted bent. That equals that we need to mine. Ja, daarom. Moeten we even minen. So we are going underground. Oh man, wat een victory is dit. Wat een victory is dit. Ze kwamen met z'n tweeën op me af. Ze voelen zich sowieso echt fucked up. Ze hebben met z'n tweeën... Ze waren één keer echt close. Eén keer hadden ze me echt bijna dood. Ik heb wel flink wat gold apples erheen moeten gooien, maar that's fine. Daarom heb ik ze dus ook. Daarom wil ik ook zoveel gold apples hebben. Dus we gaan dat sowieso ook weer bijvullen, hoor, die voorraad. X moet min 411 worden, dus dan moeten we deze kant op. Min 411. Laten we dat eerst fixen, dat we op de goede X zitten. Jesus, wat een fight, hè. Wat een fight. En het is echt absoluut... Ik doe er absoluut verstandig aan om gewoon eerst deze loot even veilig te stellen. Dat is echt geen slechte. Ja, we gaan richting onze base en dan gaan we daar gewoon minen. Ja, gaan we even voorbereiden. You know. Nee, maar dit is in principe prima. Kijk. We prepared not good. Dat we niet wonnen. We prepared wrong. Je hebt de rot dat we niet gewonnen hebben, weet je, maar... Ja, ik denk dat die crossbow, die is gewoon te OP. Die heeft ze echt gebuttfucked. Max, die ging daardoor al helemaal terug, zeg maar. Zag ik hier nou name tag? Nee, toch? Volgens mij niet. Ik denk trouwens... Ik hoor iets lopen. Ja, dat is sowieso een creature. Oh, man. Nee, ik... Je zag dat Max ook al echt al heel hard terugdeinst. Die was in één keer out of the fight. Reno heeft het dus toch nog een keer geprobeerd. Die dacht, ik pak die Roy nog wel even. Maar hell to the no. Ik had heel veel gold apples op zak. Ik was goed voorbereid. Daar komt het echt op neer. Ik was goed voorbereid. Eindelijk een keer was ik goed voorbereid. Heel nice. Reno moet echt compleet opnieuw beginnen. Die heeft niks meer. Tenzij Max wat van zijn loot nog met hem wil delen of zo. I don't know. Maar niet mijn verantwoordelijkheid, jongens. Voorlopig gaat het prima. Hey, is dit niet mijn oude base? I guess it is. Ja, kijk dan. This is it. What the hell, man? Nou, dan moet ik dus echt oppassen, want ik weet dat hier mijn eigen gemaakte trap hole zit. Look at that. Oh, trouwens, was niet hier de spawnplek van Reno? Was dat niet zo? Dat is het voordeel aan dat ik de video's natuurlijk moet kijken. Om ze te beoordelen van mijn editor, van Sebastian. Dat ik dat soort dingetjes af en toe wel eens meekrijg. Volgens mij is dat zo. Maar ik weet niet, misschien heeft hij zijn bed wel verplaatst in de meanwhile. Maar hij deed gewoon te veel damage. Maar dat komt ook omdat mijn armor te slecht is. Maar hij heeft ook enchanted apples, hoor. Hij had er echt ziek veel, ja, volgens mij. Daarom, gewoon. Weet je. Maar het is puur ook, wij hebben slechte ijzeren armor vergeleken met hem. Dus... Dat was het heel... Het is heel simpel voor hem. Hij hoeft maar een paar keer te hitten. En wij moeten al vluchten. Hij kan wel wat meer tekenen voordat hij hoeft te vluchten, weet je? Volgens mij... Is dit Reno's bed? Not anymore. Not anymore. Kan ik niet mee. Is fijn. Maar dan is hij dus hier gespand. Dus hij zal wel in de buurt zijn. Dat denk ik dan weer wel. Ja, eerst moet ik echt terug naar mijn sjeisje. Dat is wel echt gewoon even heel erg belangrijk. Dus moet ik meer deze kant op. En min 2200. Dus loopt het op? Nu loopt het op. Oké. Okay. Ik heb zijn bed gesloopt, you know. De damage is sowieso al done, want hij heeft gewoon geen loot meer. Ik weet niet of hij naar zijn loot gaat. Zo ja, dan treft hij mijn sign aan. Which is funny. Ik snap net trouwens al de struggle van Reno. Ik dacht van ja, waarom ben je nou de hele tijd weg? Maar hij had... Hetzelfde probleem als wat ik eerder in de fight een keer had. Dat hij op een gegeven moment moest eten. Als je gaat eten, dan moet je natuurlijk stilstaan. En als je stilstaat, dan kan ik je natuurlijk al helemaal makkelijk raken met de crossbow. Dus hij was gewoon fucked. There was nothing wat hij nog kon doen, basically. Oh man, funny times. Funny times. Ik ga wel gewoon dood. Ja, prima toch. De Spanje ook weer hier. Ja, ik denk dat het tijd is voor ons om te minen. Oprecht. Ik denk dat we gewoon niet zoveel keuze hebben. Ik ga die stripmine weer in. En ja, we hebben letterlijk geen keuze. Anders winnen we het gewoon niet. We kunnen wel leuk de battle blijven aangaan. Ja, natuurlijk met een beetje tactiek zou je het kunnen winnen. Maar je hebt gewoon veel meer zekerheid nodig. Die hebben we niet. Ja, nu kan je geen tactiek verzinnen. Hij is gewoon veel te sterk voor ons. The good times and the funny times. Nu wordt hij ook gewoon gesleten door een zombie. Ja, sad. Set. Ik moet alleen oppassen dat ik nu niet overmoedig word. Wat is hier gebeurd? Dit heb ik niet zelf gedaan namelijk. Hier is iemand in de bomen aan het springen of zo. I don't know, man. Ja, loot moet veiliggesteld worden. Dat is het allerbelangrijkste. Want die beest, ik denk dat ze daar heel veel moeite mee gaan hebben om die te gaan vinden. Dat ga je echt vanaf de buitenkant niet zien. Gaat niet opvallen. Ben ik van overtuigd. De enige manier hoe ze mijn beest gaan ontdekken is als ze mij een keertje volgen. En het dan, ja, met toeval dus... nou, met toeval niet. Dat ze dan op die manier zien waar mijn ingang is. Dat is naar mijn mening de enige manier waardoor ze mijn beest kunnen vinden. Hey, trouwens. Had ik één nou boots?
Nee, hè? Oh man, hij had uitgegeven geen boots. Jammer. Dat is het enige wat ik nog nodig had. Diamond boots. Dat is dan wel verbalen. Maar ja, kun je niet alles hebben. Je kunt niet alles hebben, bro. Al lang blij zijn met wat ik, dat ik hem gekillt heb. Dat ik al zijn loot heb. Hij weer opnieuw moet beginnen. That's really nice. Ik ga gewoon door. Oh, really nice. Ik ga nu gewoon heel eventjes minen. Voordat ik meer diamonds ga vinden. En dan zijn we gewoon even wat beter prepared. Boom. There you go. Hey, ladder, dat zoek ik, dat zoek ik, dat zoek ik. Waarom had hij zoveel van dat spul bij zich? Om snel te kunnen eten of zo? Moet hij niet te lang staan. Maar hij kan hier letterlijk niks van weggooien. Doortjes kan wel trouwens. Chill, hebben we weer een laddertje? Of twee? Nee, één. Dat is nice. Dan kunnen we weer, Zo, hij deed me flink wat damage, joh. Die gek. Hij heeft ineens heel veel damage. Als het goed is, moet ik nu wel in de buurt gaan komen van mijn, base. Oh, wat zal Reno balen, zeg. Hello, diamonds, my new friend. Come to pick you up. Again. Weer een koe. Nice. Twee zelfs. Oh, hell no, dat jij mijn koe gaat opblazen, maat. Zo. Hey, het is echt in mijn voordeel dat die gasten blijkbaar niet weten dat je een shield alleen kan disablen met een axe. Dat is echt mijn voordeel geweest ook net. Nou, we moeten gewoon allemaal full dia zijn straks ook. In ieder geval dat, weet je. Ja, we allemaal chestplate fixen. We zijn echt veel te zwak. En het hoeft niet per se geenchant te zijn, want drie keer full dia tegen je is echt al gewoon... Het gaat om het feit dat wij gewoon niet zoveel damage krijgen als hij ons hit. Dat is zeg maar de deal die we nu mee zitten. Steeds deze kant op. De loot moet nog steeds veiliggesteld worden. Dat is echt priority number one. Daarna wil ik wel weer op pad gaan. Het zou nu echt zonde zijn. Mochten ze me toch somehow gekilled krijgen, wat ik niet denk, dan ben ik gewoon die loot kwijt. En mijn eigen loot, hè. Dat ook nog eens. Dus dan is het dubbel zo erg. Terwijl als ik dit heb veiliggesteld... Ik kan dit sterker nog. Ik kan dit gewoon in het kistje doen. In het ene kistje. Het ene kistje bij mijn bed. Dat, het backup kistje soort van. Hey, diamond. Heb je diamonds? Yes. Top. Kijk, wat doen we? Gaan we één iemand heel tanky maken of gaan we het verdelen? Nee, ja, ik heb er ook gelijk 8. Nice. Ja, ik weet, het is oprecht een, iets waar we over kunnen discussiëren. Wat doen we? Gaan we één iemand echt full buff tank maken? Of doen we het weer verdelen? Het enige is als je verdeelt dat je hetzelfde als net krijgt, weet je? Ik zou, gezien Reno hem iedere keer tegenkomt... Ja, ik vind het prima om Reno tanky te maken, hoor. Ja, absoluut. Ja, maakt mij niet uit. Ik kan namelijk toch niet zo goed vechten, weet je. Ik ben er meer voor de sier aan het lopen. Maar ja, nog niet echt. Maar dat zou wel handig zijn. Want als hij straks op mij gaat focussen, kunnen jullie echt vol vechten. Want ik ben echt pauper slecht hierin gewoon. Ik heb heel veel skeletons gevonden. Echt heel veel. Skeletons? Ja, echt insane. Zit ik in de cave nu? Ja, maar heel vervelend. Ik heb echt geen zin. Op zich wel handig voor al die bones. Want als we... Wij hebben toch een potato? Weet ik veel, ja. Maar mijn met één potato kunnen we let... Ja, snap ik. Jij komt zo meteen bij gold, Reno. Als het goed is. Oh, dit is niet goed voor Mart. Dit is niet goed voor Mart. Zowel in-game is niet goed voor Martjes. Oh mijn god, echt serieus. Jesus Christ. Oké, laten we gewoon even lekker gaan varen inderdaad. Oh, daar is het al trouwens. Want hier hebben we het ijs. So, I should be there. Dat is het volgens mij. Dat uitsteekseltje wat je daar ziet. Kijk, daar is een ijsbeer. Volgens mij niet de ijsbeer. Die chillt hem altijd een beetje daar. Kan ik verkeerd hebben? Want we zitten nu... Ja, dit is het, man. Ja, dit is het. Back at the crib. Oplet dat ik niet gevolgd word. Even goed om me heen blijven kijken nu. Dat ik zeker weet. Ja, volgens mij zijn we fine. Nou, schiet even op. Heel lang dit. Terwijl ik ook gewoon een schep heb, hè. Bizar weer dit. Oké, okay, snel maar naar beneden, zodat ze geen nametag zien. En veiligstellen van de loot. Yes. Oh, dit is zo goed. Oh, dit is zo goed, gast. Kijk dan. Een sharpness 1 zwaard. Diamond. Diamond leggings en diamond helm. Hij had ook alles geen chant, trouwens. Good for him. Good for him. Diamonds, for you, full stacks. Dit is echt één unit van een plek houden. Heb je diamonds? Zo, gast. Ja, echt één dikke buffer. Dikke buffer. Als jij lapis vindt, Max, moet je dat ook even proberen. Ja, we hebben 18 nu. 18, ja. Heel vaak gebeurt dat met dat lapis. Iemand, full stack maken. Ja, maar nu nog even een klein stukje door. Ja. Ik maak gewoon kijk door, hoe snel we het hebben. We zijn 5 minuten bezig. Ja, oké. Okay. We hebben er al allebei, we hebben nu al bijna 30. Deze gaan we ook voor de backup chest doen. Dus eigenlijk ga ik alles even opruimen. Zo, ben jij nog steeds bezig? Wat de hel? Zou toch al lang klaar moeten zijn? Heel raar. Kijk, die efficiency eventjes erop staan, hè. Morgen. Oké. Okay. Die gaat erin. Die neem ik wel even mee. Zo. Like this. Like this. That's it. En dan pakken we deze erbij. Om het weer af te sluiten. Prima. Dan gaan we even in de kisten.
ik deze trouwens ook nog in gooien, zo. Van die ladder kunnen we weer boekjes maken. Maar dan moet ik wel weer sugarcanes gaan plaatsen, jongens. Toch wel weer. Ja, ik betrap mezelf er nu op hoe vaak ik eigenlijk toch nog wel iets ermee wil doen. Dat waren melon seeds of zo. Wat is dat ook weer? Ja, laat ik dit in ieder geval allemaal op. Geen idee wat dit is. Wat je ermee kan. I don't know. Oké, kan ik hiervan wel eventjes dit maken? Die gasten worden natuurlijk ook weer steeds sterker. Zoals een Max, die is niet dood gegaan. Dus die kan gewoon weer sterk worden. Twee boekjes. Top. Gooien we dat even hierbij. Zo van, dat hebben we nodig voor enchanten. Nemen we wat lapies mee. Gooien we dit nog even hierbij. Oké. Strings, flint en steel, cobblestone, melon seeds. Dit wil ik altijd bij me hebben. Een soort van afsluitsteen. You know the drill. Cooked chicken heb ik blijkbaar ook nog bij me. Daaraan kom, weet ik ook niet. En al één sugarcane, stop ik dan ook wel hierin. Bijna alles opgeruimd. Nog 12 bones, nog 5 flint. Overbodig hout, like that. En dan hebben we alles wel gehad zo. Ja. Ja, oké. Laten we eens even kijken wat we met dat boek kunnen. Wat kunnen wij met dat boek? Ja, ja, de jackpot is binnen, jongens. We hebben Reno gekild en alle belangrijke loot meegenomen. En belangrijker nog, veilig opgeborgen in onze geheime ruimte. Daarnaast ben ik natuurlijk ook bezig weer met een boek. Kijken of we een mooie enchantment kunnen fixen voor een item. En ja, of dat gaat lukken en hoe ik dat precies ga doen, dat ga je natuurlijk zien in de volgende aflevering.